Pacquiao neemt een steeds grotere vorm aan. Duizenden vrouwen die te maken hebben gehad met seksuele intimidatie spreken zich uit op social media. Dit na de beschuldigingen aan het adres van producent Harvey Weinstein. Hetzelfde gebeurde 2 jaar geleden in Nederland met Hekje Zeg Het. Deze hashtag bedacht Anke later weer omdat zij de wereld wilde vertellen over de man die haar had misbruikt. Omdat dit gebeurde in haar eigen huis en geweld of seksuele intimidatie niet aantoonbaar was door de politie, werd de dader niet vervolgd. Door haar verhaal op deze manier te delen, wilde ze andere slachtoffers, mannen en haar omgeving waarschuwen en hen wijzen op het belang van openheid en het zoeken van deskundige hulp. Dat er nu zoveel aandacht is voor Hekje Metoo snap danken wel het verbetert. Vrouwen durven niets te zeggen en hun verhaal te delen. Meningen worden hierdoor genuanceerder en dat is belangrijk. Zo komt er meer aandacht in de politiek en de maatschappij. Verlink je varken later weer ziet alleen niets in de ontwikkeling van de hashtag in Frankrijk. Hier worden daders openbaar aan de schandpaal genageld met hekje balans et on pork, wat verlink je varken betekent. Er zijn meestal geen getuigen van wat zo'n vrouw heeft meegemaakt. Als je op internet de dader bekend maakt dan zijn daar wel getuigen van. Je zou dan kunnen worden aangeklaagd voor smaad en je verkrachter nog geld moeten betalen ook. Dit lijkt me niet slim, al de Sanke.campagne tegelijkertijd is het Nederlandse Fonds Slachtofferhulp ook bezig met een campagne over seksuele intimidatie en lanceerde gisteravond de campagnevideo. 1 op de 8 vrouwen in Nederland geeft aan ooit te zijn verkracht. Veel slachtoffers durven zich niet te melden of melden zich te laat. Wij hopen dat slachtoffers na het zien van deze campagne beseffen dat deskundige hulp zoeken de beste optie is, vertelt Nicky Bredemeijer van Fonds Slachtofferhulp.